belangrijk keuze voor mij voor de linkfiets is dat je er heel relaxed mee kan fietsen. Van zitpositie is het voordeel, ja, je krijgt geen last van je zitvlees. Op het stuur hangen doe je niet, dus je krijgt geen pijn in de polsen. Het probleem bij mij was voornamelijk dat ik eigenlijk problemen kreeg met mijn knieën bij grotere afstanden. Als je grotere afstanden gaat fietsen, ja, dan is niet de fiets de bottleneck, maar dan mijn eigen lichaam. Nou, bij V-fiets heb ik nou een conversiekit gekocht voor die liftfiets. Ik zag daar op de internetsite dat je daar voor 20 inch wielen ook een mooie set had. Nou, voor mij is dat heel erg goed uitgepakt. Want voor mij is dat probleem nu voor een heel groot deel over. Ik heb geen problemen meer met te veel kracht zetten of de neiging te hebben om flink tegen de trappers te douwen om maar snelheid te kunnen maken. Ja, je fietst veel relaxter en ontspannender. En het mooie ervan is, ja, je blijft zelf toch mee fietsen. Want je zou zeggen, ja, zo'n conversiekit, ja, dat maakt je dan misschien wat luier en wat gemakkelijker ervan af. Maar dat is dus niet het geval. Je hebt ja, afhankelijk van je eigen sportiviteit heb je gewoon een lekkere en relaxte. Wat heb ik aan deze fiets gedaan? Omdat de fiets hier een 20 inch achterwieletje heeft, vond ik heel mooi de ruimte tussen de bakkendrager en het wiel om die dan te gaan benutten om daar de accu's in te monteren. Ja, het zijn vrij zware accu's, het zijn gewoon SLA accu's. Je hebt natuurlijk ook de Li-ion accu die stukken kleiner is en ook lichter. Maar ja, omdat ik toch een relatief goedkope oplossing wou, heb ik gewoon voor de zwaardere accu's gekozen. Omdat je eigenlijk op zich hartstikke mooi hierin kunt monteren in het achterfreek. Nou ja, het volgende wat ik gedaan heb is aan deze kant de regelunit geplaatst. Die zit mooi tegen het frame aan, onder mijn zadel, dus die valt eigenlijk helemaal niet op. Dus het is ook geen storend element qua design aan de fiets. En verder zie je achter in het achterwiel, zie je dus eigenlijk de motor zitten. Die er gewoon ook op een nette manier in zit en eigenlijk helemaal niet zo opvalt. Ja, goed, mensen denken nogal eens vaak, een fiets met trapondersteuning is voor de wat oudere mensen. Maar dat zie je bij zo'n type fiets, zie je dat het helemaal niet het geval hoeft te zijn.